als je hem in het midden zet, heb je twee keer reflectie als het ware. Het is een hele smalle bundel deze. Nee, ik denk dat hij wel qua positioneren goed zit. Wat zijn die kleuren goed geworden, zeg. Beter dan ik had gedacht. Lach eens. Een beetje wapperen. Heel wat? Nou? Zie je nou wat? Ja? Welkom in Boijmans van Beuningen. Mijn naam is Bregje van de Laar. Ik heb het niet helemaal goed begrepen waar u nou van bent. Of u nou van de hervormde, van één kerk bent, gereformeerd? Verschillende kerken. Van verschillende kerken. Allemaal protestant. Ja, ja dat weet ik. Het is allemaal één grote familie geworden. Ja. Tenminste, ik hoop dat het een familie is. Oké, dan gaan we het museum in. Komt u mee. Pas op hoor, dit is een beetje een handig hekje. Pas op voor uw hoofd als u hierboven komt. Pas op voor uw hoofd, hè? Ja, hier kan je weer. Wie wil schud? Hallo? Hoi. Even lachen. Ja. Ik zie nog niks. Hier. Pakt u hem maar. Oh, gaaf. Hoe lang duurt het ook alweer bij een Polaroid? Hangt van de temperatuur af, hè? Was het niet? Ja, ik kan hem ook onder uw oksel steken. Ik zou het nu niet doen. Maakt u veel gebruik van Polaroid? Tot een jaar geleden nog. Ik werk doorgaans met een technische camera. Zo'n ding, weet je wel, met zo'n ballig. En dan met zo'n zwarte doek. En dan schiet je bij wijze van test vaak een Polaroid. En omdat ik veel in de nacht fotografeer, ja, kan je het licht meestal niet meer meten. Dus dan schiet je een Polaroid. Oh, daar komt-ie. Hé, je lijkt wel een beetje op Saddam Hussein. Toen ze hem vonden in dat gat, weet je wel, hier. Historisch stukken komen hier er doorheen. De Mandrill van Oskar Kokoschka. Oskar Kokoschka werd geboren in 1886, Oostenrijker. Hij wou helemaal geen kunstenaar worden. Wou een ingenieur of iets wetenschappelijks gaan studeren. Maar had zo'n uitzonderlijk tekentalent dat zijn toenmalige tekenleraar ervoor zorgde dat hij een beurs kreeg voor de kunstacademie. En het is een expressionist. Wat wil zeggen, de expressionisten die probeerden eigenlijk een soort vierde dimensie probeerden ze naar boven te krijgen. En ze probeerden eigenlijk de psyche van de mens open te breken. En dat probeerden ze in hun... Ja, in hun penseelvoering en in hun schilderijen vast te leggen. Wat fotografeert u dan? Ja, wat fotografeer ik?
De laatste tijd probeer ik een beetje door gebouwen heen te kijken eigenlijk. Ik probeer, we worden omringd door gebouwen, maar het gebouw op zich vind ik niet zo interessant. Het is meestal juist de mens die ik daar doorheen zie, zeg maar, de menselijke kant. Dus bijvoorbeeld deze foto. Het is een bankfaçade van een gebouw in Centen in Johannesburg. En daar willen alle gebouwen eigenlijk, die stralen een soort afstand uit. Er zijn allemaal glas, alles spiegelt. En je mag daar eigenlijk als mens niet in. Alles is ook bewaakt, overal hekken omheen. En dan, wat ik dan fotografeer is eigenlijk dat ik daar toch de mensen in ontdek. Waar zit de mens eigenlijk in die foto? Ik zie ze niet. Dat is in eerste instantie zo. Maar als je dan goed kijkt, dan zie je dat de mens met zijn vingertjes naar buiten heeft geprobeerd te kijken. Dus dat is dan eigenlijk weer een menselijke kant die ik aan dat gebouw ontdek. Ik vind het bijna meer een schilderij dan een foto. Ik ben ook als schilder begonnen. Ik was een hele slechte schilder. En ik vond verf ook eigenlijk maar vies. Maar ja, het was wel een mooi medium. Je kan daar wel heel erg je eigen sfeer in bepalen. Je eigen gemoedstoestand neerzetten. Maar ja, dat is uiteindelijk toch gebleken in fotografie dat het beter gaat. Om eventjes een beeld te krijgen van de man. Hij heeft een hele heftige relatie als hij in de 20 is met Alma Mahler. De beroemde weduwe van Gustav Mahler. Een desastreuze vrouw is dat geweest. Die heeft vele mannen ongelukkig gemaakt. Ja, een grote femme fatale is dat geweest. Ja, en hij had daar een hele heftige relatie mee. Die ging uiteindelijk uit. En hij is toen de Eerste Wereldoorlog ingetrokken. Hij is 2 keer zwaar gewond geraakt. En heeft jaren daarna aan gigantische depressies geleden en angsten. En dit schilderij is gemaakt op het moment dat hij in Londen zat. En de directeur van de dierentuin gaf hem toestemming om ook na sluitingstijd te tekenen. Dat hele fotografieproces is voor mij iets heel anders dan hoe we normaal met fotografie omgaan. Ik kom er bijvoorbeeld achter dat ik de foto vaak zie in mijn hoofd. Dat ik ergens rondloop en dat ik een tijdje zo om een idee heen loop, zeg maar, een idee voor een foto. En dan opeens zie ik dat beeld en dan droom ik er 's avonds over. Ja, dan droom ik van dat beeld wat ik zoals ik het wil gaan maken. Dan heb ik het eigenlijk al een beetje gezien. Soms maak ik ook voorstudies. Dan schets ik wat ik wil, hoe dat beeld zou moeten zijn. Of ik maak heel veel snapshots. En dan neem ik daar echt soms wel een paar dagen de tijd voor. Die arme George zat in een heel klein hokje in werkelijkheid. Nou, moet je maar even langzaam. Dit is de werkelijke George. En Kokoschka heeft hem vrijheid gegeven met watervallen op de achtergrond. En palmbomen en kleur. Dat is de grootste gave van Kokoschka, dat hij onwaarschijnlijke kleurvoering had. Doet u het wat als u er naar kijkt? Ja, het is hard vitaliteit. Ja, vitaal. Dat is natuurlijk een kracht kwijt. Ja, ja. Het druigt. Ja. Als verwerking zeg je vaak, je schrijft van je af. Hij schildert van zich af. Ja. Een foto die representeert eigenlijk een plek waar ik geweest ben. En dat het me wel spannend lijkt om die ervaring van een plek weer terug te brengen naar de toeschouwer. Dus vandaar dat ik had bedacht, als ik nu een beeld maak wat precies de muur omslaat, dan creëer je de illusie dat je op een andere plek staat. Wow. Wat is dat? Even vasthouden. Hey, happy anniversary, lieverd. Wat zegt dit werk over jou?
Nou, die gebouwen die omringen mij en die stralen iets naar mij uit. Die zeggen mij iets. Die laten mij nadenken over hoe die mensen daar wonen, hoe opgestapeld ze daar zitten. Zo'n plek als dit, die laat mij ook hunkeren naar wat daarachter is, naar die horizon. Daar krijg ik ook een heel bijna romantisch gevoel van, zeg maar. Daar wil je doorheen kijken, maar dat lukt niet. Dus het is voor mij is dit een soort confrontatie. Wat me drijft dat beeld te maken. Het roept heel veel gevoelens in me op, zeg maar. Die Chinezen, die lopen als mieren. Rode en groene lampjes bepalen of ze doorlopen of stilstaan. Ik zou echt dat appartement willen bezitten. Dat je zo over de hele mensheid kan kijken als waren het... Zou u het kindswerk niet willen aanraken, alsjeblieft? Oh. Erik, heb jij de roomservice gebeld? Ja. Dankjewel. En Nederland? Is Nederland vol? In ruimtelijk opzicht is Nederland behoorlijk vol, ja. Maar als je het op een sociale manier zou interpreteren, dan vind ik dat wel meevallen. Fietsen is door Rotterdam, 's ochtends. Het is toch vrij stil hier. U heeft nog wel wat ruimte over. Ja, het is toch juist fijn dat je nieuwe invloeden krijgt. Dat je eindelijk eens van die Hollandse pot afkomt. Leve de hoofddoek. Leve de baard. In die aap, dat zit het gekooide van die Kokoschka, die niet rust kan vinden, die met die gigantische bagage van die desastreuze liefde en die gruwel van de oorlog in zijn geest zit. En dat komt in al die schilderijen, komt dat weer naar buiten en dat voel je weer. Kokoschka die geeft zich helemaal als hij schildert. Die houdt niks achter, die zit niet een beetje te tutten met een paar lijntjes. Die doet... Hey! Dat is eigenlijk wat dit schilderij doet. Hij kon dus alles. Hij was een nijverheid, die kunstnijverheid, die stond op een gigantisch hoog niveau toe. Dus de Art Deco en alles wat we daar van de Wiener Werkstätte, daar kent iedereen de dingen van. Dat heeft hij ook allemaal gedaan. En uiteindelijk